Ga jij zaken doen met het buitenland? Let dan goed op met BTW. Stuur je namelijk een verkoopfactuur naar een klant in het buitenland, maak dan onderscheid tussen de volgende drie onderdelen. Of je binnen of buiten de EU levert, of je goederen of diensten levert en of je levert aan consumenten of bedrijven. Is je klant wel of niet BTW-plichtig? Ik zal ze nu globaal schetsen, maar check altijd in jouw unieke situatie welk BTW-tarief het juiste is. Maar dit is voor de meeste gevallen het geval. Allereerst leveringen binnen de EU. Je maakt dan dus weer onderscheid tussen leveringen van goederen en diensten. Start even met de goederen. Stel nu dat je levert aan consumenten, dus niet BTW-plichtige klanten. Dan doe je BTW-aangifte in het land van levering. Uitzondering is wanneer het gaat over minder dan 10.000 euro aan omzet in een jaar. Dan reken je gewoon Nederlandse BTW. Let op, de verkoop van digitale diensten vallen hier ook onder. Je kunt ook gebruik maken van de one-stop-shop-regeling, oftewel de Unie-regeling. Dan doe je BTW-aangifte voor al je verkopen in één EU-land. Het kan ook zijn dat je levert aan wel BTW-plichtige klanten. Check dan altijd door middel van de VIES-controle of je het juiste BTW-nummer hebt ontvangen voordat je de factuur stuurt. Je zet dan 0% BTW op die factuur en geeft hem aan in rubriek 3b van je BTW-aangifte. En dan doe je dus ook ICP-aangifte. Wil je nu meer weten over de ICP-aangifte? Check dan vooral de video's die ik hier ook over maakte. Het kan natuurlijk ook zijn dat je binnen de EU diensten levert. Nou, lever je dan diensten binnen de EU aan consumenten, dan reken je Nederlandse BTW en zet je hem dus niet in de ICP-aangifte. Het kan ook zijn dat je aan bedrijven levert, dan zet je er BTW verlegd op. Dat zijn de leveringen binnen de EU, maar je kunt natuurlijk ook buiten de EU leveren. Dan gaan we weer eerst kijken naar leveringen van goederen. Als je nu levert aan oftewel consumenten oftewel bedrijven, zet je daar 0% BTW op die factuur. En die geef je op in rubriek 3a van je BTW-aangifte. Maakt hierbij dus niet uit als je buiten de EU gaat leveren of je levert aan consumenten of bedrijven. Lever je dan diensten, dan zet je geen BTW op je factuur en die neem je ook niet op in je BTW-aangifte. En daarbij maakt het ook dus weer niet uit of je levert aan bedrijven of particulieren. Check altijd of je het juiste BTW-tarief hebt opgenomen in jouw unieke situatie. Wat ik net schetste is een globaal overzicht, maar het kan natuurlijk altijd zijn dat er bij jou iets bijzonders aan de hand is dat dit niet opgaat. Dus check altijd of je het juiste BTW-tarief hebt opgenomen en of je ook het juiste hebt aangegeven in je BTW-aangifte. Wil je nu meer informatie over de BTW-aangifte, de ICP-aangifte of zaken doen met het buitenland en BTW? Download dan de handreiking BTW-aangifte, waarin de BTW-aangifte stap voor stap met je wordt doorgenomen